Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een ochtendroutine. Daar hebben jullie al een deel van gezien. Ik ben net wakker geworden, gedoucht en al. Ik ga nu beginnen met mijn make-up. Vannacht heb ik geslapen met Ro in het No Hotel, omdat we 2 jaar samen zijn. Dus heel erg leuk. En ik dacht misschien is het leuk om een ochtendroutine te doen, hoe ik me klaarmaak als ik niet thuis ben. We beginnen gelijk goed, want ik ben letterlijk al mijn gezichtsproducten vergeten. Dus om te schoon te maken, mijn crèmetjes, alles. Dus ik heb letterlijk mijn gezicht schoon te maken met die douche gel. Het enige crème wat ik nu heb is zo'n body milk van hier. Dus helemaal niet wat ik normaal gebruik. Maar goed, jullie hebben wel een paar keer gezien wat ik gebruik normaal. Dus voor 1 keer dan maar. Die ga ik opsmeren. Oh, verschrikkelijk om dit als crème te gebruiken. Want hier dateert echt zoveel meter. Maar ja, we hebben echt vrij weinig keus, denk ik. Ik heb nog een beetje schor stem. Dus sorry daarvoor, echt zo'n ochtendstem. Ik heb jullie even op een andere hoek neergezet. Want dat is iets beter, denk ik. Ik ga nu gelijk beginnen met mijn make-up. Dan ga ik altijd met mijn Labello. Ik ben echt verslaafd aan Labello. Ik gebruik het echt altijd. Dan gebruik ik een primer die ik op mijn gezicht doe. Deze gebruik ik echt al zo ontzettend lang. Omdat hij gewoon niet opraakt. Het is de ene van Ethos. Best wel simpele primer. En die doe ik gewoon over mijn gezicht. Door met concealer. Ik gebruik een beetje altijd concealers door elkaar. Ik gebruik nu eentje van Catrice, de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. En eentje, en die is ook van Catrice, de True Skin. En deze heb ik al heel lang. Maar dat is nu omdat deze heel licht is en die net donker is. Dus dan mix ik ze eigenlijk altijd een beetje. En mijn huid is heel erg vaak echt niet dezelfde kleur, puur omdat ik eens in zoveel tijd van die tanning strap op mijn gezicht toe. En die tanning strop heb ik toevallig 2 dagen geleden ook gedaan. En normaal gesproken zit het dan nog, maar ik heb het gevoel dat het er nu niet meer zit. Ik ben echt heel erg bleek. Maar dit smeer ik eigenlijk overal, omdat ik gebruik eigenlijk geen foundation of iets. Alleen als ik het echt wil gebruiken ofzo, dus ik gebruik heel erg veel concealer. Dus dat doe ik eerst een beetje van die lichte en dan die donker. Maar die donker is echt bijna op, dus ik moet echt een beetje uitscheppen. En dan gewoon zo eroverheen. En dan ga ik er gewoon met de wasblend ik het in. En dan daarna ga ik er nog met de beautyblend overheen. Als je geluiden hoort, Parole ligt nog in bed. Dus, en die zit veel meer te kijken volgens mij. Dan ga ik door naar het volgende en dat is het contouren. Doe ik eigenlijk niet heel heftig. Ik pak deze stick. Dit is een stick van deze in ieder geval. Die gebruik ik. En dan pak ik de donkere kant en daar ga ik eigenlijk mee op mijn wangen hieronder. Hierboven. En dat is eigenlijk het enige waar ik contour. Normaal gesproken kan je natuurlijk ook op je neus en hieronder. Maar dan wordt het voor mij te, vind ik. En dat ga ik inblenden met deze plattere kwast. Wij overnachten dus in het No Hotel in Rotterdam. En het is echt super mooi, zoals je hebt kunnen zien. Want we hebben echt uitzicht op de Erasmus en een deel van de skyline van Rotterdam. Dus dat is wel heel gaaf. We hebben hier maar 1 nachtje geslapen. En we gaan er dan zo uit en dan gaan we lekker ontbijten. En dan ga ik door naar het volgende. En dit heeft echt mijn make-up routine veranderd. Ik ga namelijk een liquid blush aanbrengen. Dit is een blush van Revolution. Zo heet die. Het geeft je zoveel kleur aan je gezicht. Dus die doe ik op mijn wangen. En die ga ik met mijn beauty blender inblenden. Als ik dat een beetje heb ingeblend, dan ga ik eigenlijk een beetje op mijn hele gezicht. Zodat ik zorg dat alles goed is ingeblend. Dus ook de concealer samen met de contour en zo. En dan ga ik het geheel afpoederen. En ik gebruik nog deze poeder van Kruidvat. Deze poeder vind ik echt niet fijn, maar ik wil hem toch opmaken voordat ik hem weggooi. Want ik vind het allemaal erg zonde. Verder maakt je gezicht wel echt oprecht nat. Dus dat is fijn. Alleen het is zo'n losse poeder dat elke keer gaat alle kanten op. Dit is de poeder en elke keer als je hem overmaakt, zit het helemaal op de randjes en alles zit de poeder. Maar goed, verder doet hij het wel en dan ga ik met mijn kwast ga ik in. Ga ik gewoon mijn gezicht afpoederen. Dan als mijn gezicht is afgepoederd, gaan we door met de bronzer. Deze bronzer is gewoon van Catrice. Ik gebruik deze ook echt een tijdje alsof die gewoon niet opgaat. Dit is hem. Ga ik met mijn kwast in.
En dan ga ik gewoon op deze plekjes waar je gewoon bronzer altijd doet eigenlijk. Ik begin ook echt wel enorm honger te krijgen. We hebben namelijk geen ontbijt gedaan. We wilden heel graag gewoon de stad in voor het ontbijt. Alleen check-out om 12 uur. En het is nu 10:30 en we hebben nog niet gegeten. Ik heb zo'n honger inmiddels. Maar goed. En dan breng ik ook nog een blush aan. Dit is een blush van Kiko en hij heet de 01 Better Place. Ik gebruik hem al een tijdje, zoals je kan zien. En die doe ik gewoon hier. En ik ga ook een klein beetje over mijn neus. Zo. Het overige wat op mijn kwast zit. Zodat ik gewoon iets meer kleur in mijn gezicht krijg. En dan de basis die ik nu op mijn gezicht heb, ga ik vastzetten met deze Prep & Prime van de MAC. En deze zorgt ervoor dat je huid mat blijft, dus niet snel gaat glanzen, want daar heb ik best wel last van. Dus dat ga ik dan nu eerst op mijn gezicht doen. En dan duurt het wel even voordat het opdroogt. En dan ga ik met een klein beetje met een beauty blender eroverheen. En dan ga ik nog een keer de billen aanbrengen, want door al die poeder zijn mijn lippen alweer droog geworden. En dan gaan we door naar mijn wenkbrauwen. Het eerste wat ik doe met mijn wenkbrauwen is ik borst ze eerst even door, zodat ik ze daarna kan gaan inkleuren. En het inkleuren doe ik eigenlijk met een heel simpel potloodje. Deze is gewoon van Essence. Wel heb ik deze toegekocht puur omdat ik nog aan het uitzoeken was wat ik wilde met mijn wenkbrauwen. Dus hierna ga ik wel een ander potloodje kopen, maar voor nu is die prima. Zo, en als ik dan mijn wenkbrauw heb ingekleurd, borstel ik er nog een keer doorheen om ze wat zachter te maken. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik mijn wenkbrauw een beetje vastzetten met een brouwsel. Ik gebruik de ene van Anastasia en hij werkt echt top. Dan dip ik mijn kwastje erin en je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. Pak ik even een spiegel hier. En dan borstel ik ze eigenlijk gewoon omhoog. Zo, en dan zijn de wenkbrauwtjes ook alweer klaar. Het enige wat ik dan nog moet doen zijn mijn wimpers. Ik heb altijd best wel een simpele make-up look. Ik doe nooit heel veel extra's, zeg maar. Dus ik krul eerst eventjes mijn wimpers. En dan gebruik ik deze mascara van L'Oreal. Dit is de Bambi Eye False Lash Mascara. En deze gebruik ik alleen voor mijn wimpers boven. Want voor onder gebruik ik dan weer andere mascara. En dan voor mijn onderwimpers heel simpel gebruik ik een andere Essence mascara. Die heb ik echt al zo lang dat het gewoon helemaal vervaagd is. Dat doe ik puur omdat ik die andere gewoon niet heel erg fijn vind voor bij mijn onderwimpers. Ik heb even mijn haar gekruld. Gisteren had ik het al gekruld, maar ik heb het een beetje bijgekruld en wat lipstick opgedaan. Maar dat was een beetje moeilijk om te filmen, want zoals je kan zien, Rowan is achter me bezig. We moesten even alles opruimen, want we moeten alweer uitchecken. Maar ik wilde natuurlijk wel even mijn outfit op laten zien. Ik heb de blouse aan met deze pantalon en daaronder heb ik straks witte Converse, maar die heb ik nu nog niet aan. En dit was ons uitzicht, super mooi. We hebben inmiddels onze spullen gepakt, want we moeten uitchecken. En we gaan nu een plekje zoeken om te ontbijten, want dat hebben we ook nog niet gedaan ergens in de stad. We hebben een leuk plek gevonden bij Rolls Daily ofzo. En we zitten bij het raam en het is hier wel echt heel erg gezellig. Ziet er leuk uit. Ik heb pancakes, ziet er heel lekker uit. En Rowan heeft van alles en nog wat. En dat was onze ochtend alweer. Inmiddels ben ik weer terug thuis. Na het eten hebben we lekker de hele middag door de stad gereden met de scooters. Dus het was erg leuk. Dat was dan ook deze video. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video weer. Doei doei!